Hey, leuk dat jullie weer mee gaan doen met een nieuwe les. We gaan vandaag met een gewichtje weer aan de slag. Dus als je een gewichtje hebt van 1 kilo of 2 kilo, dan mag je die erbij pakken. Als je geen gewichtje hebt, pak dan lekker een flesje water. Een klein flesje of een groter flesje. Hoe groter, hoe zwaarder het wordt. En dan gaan we daar lekker mee aan de slag. Succes! Je mag eerst weer komen staan. Je voeten een klein beetje uit elkaar. En dan ga je jezelf eerst weer helemaal lang maken. Hoog op je tenen komen staan. En ontspannen naar beneden vallen. En gelijk weer omhoog. Maak jezelf lang. En zak maar weer. Zo lang mogelijk maken. En nog een keertje naar beneden. En nog een laatste. Zeg maar rustig terug op 2 voeten. Mag je je voeten een klein beetje uit elkaar zetten? Je gaat je gewicht zoveel mogelijk op je hakken brengen, naar achter. En dan ga je eerst een squat maken. Je gaat door je knieën zakken, naar beneden. En rustig weer omhoog. Voet op heupbreedte. Je rug hou je goed recht. Je hoofd hou je goed naar voren. Ga je dus zoveel mogelijk op je hakken steunen. Dus naar achter leunen. Niet te ver, dan val je om. Maar je gewicht op je hakken, je billen naar achter. En dan probeer je knieën zoveel mogelijk over je tenen heen te laten sporen. Dus niet te veel naar binnen laten zakken of helemaal naar buiten. Knieën zijn boven je tenen. Mag je op hetzelfde blijven doen? Of je gaat beneden even 3 keer een pulsbeweging maken. En dan kom je weer omhoog. Naar beneden. Even 3 keer blijven hangen. En weer op. Je rug moet recht. Doen we nog 2 setjes. Nog een laatste. En laat maar helemaal los. Schud je been even los. En dan mag je rustig op je rug komen liggen. En dan mag je rustig je armen weer wijd neerleggen. Je voeten en knieën tegen elkaar aanleggen. En dan ga je met beide benen van links naar rechts bewegen. En je hoofd tegenovergesteld meedraaien. Gewoon weer ontspannen bewegen. Even alles losmaken. En dan mag je je voeten in het midden houden en nog even je bekken kantelen. Dus laag in je rug. Weer hol en bol maken. Het moet geen moeite kosten, gewoon weer lekker ontspannen bewegen. En dan mag je het flesje erbij pakken. Of gewichtje wat je hebt. Mag je vasthouden in 2 handen. Dan begin je met je armen langs je oren. Je voeten zet je een klein beetje uit elkaar. En dan ga je rustig eerst een normaal bruggetje maken. Met een rechte rug kom je omhoog. Je armen neem je mee tot boven je navel. En met een rechte rug zak je weer terug. Alles span je aan. Je buik, je rug en je bekkenbodem. En dan ga je weer proberen uit te ademen als je omhoog beweegt. En in te ademen als je terugzakt. Hou je schouders zo laag en ontspannen mogelijk. Dus duw nog steeds je schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. Dus
Span je billen goed weer aan. Als je wil, mag je de laatste paar nog wat zwaarder maken en hoog op je tenen komen staan. Zet je je hakken iets dichter naar je billen toe, ga je hoog op je tenen staan. En dan doe je precies hetzelfde. Omhoog bewegen met een rechte rug. En weer omlaag. En dan mag je of helemaal tot de grond terugzakken of tot een centimeter boven de grond. En dan gelijk weer omhoog. Dan maak je het nog wat zwaarder. Blijf doorademen. Mag je nog één keertje doen en dan mag je boven in de lucht blijven staan. Hou je handen nog steeds boven je navel. Je mag of op je tenen blijven staan of plat op je voeten. Op je tenen is het wat zwaarder nog. En dan ga je met je knieën naar buiten bewegen. En met je knieën weer helemaal naar binnen toe bewegen. Totdat je knieën elkaar raken. Zo ver mogelijk naar buiten. En rustig weer terug. Dan blijf je goed op dezelfde hoogte met je heupen. Je billen blijf je goed aanspannen. Je buik, je rug, je bekkenbodem blijf je aanspannen. Blijf doorademen. Uitademen als je naar buiten beweegt. Inademen als je terug gaat. Je schouders nog steeds laag. Hou vol. Laatste vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En zak maar rustig terug naar de grond. Breng even je knieën naar je borst toe. Even diep door je buik in en uit ademen. En dan mag je je flesje er weer bij pakken. Zelfs in je handen houden. Je mag je voeten weer hetzelfde op de grond zetten. En je buik, je rug en je bekkenbodem aanspannen. Dan begin je weer met je armen langs je oren. Je mag deze oefening of met je heupen op de grond doen, of met je heupen in de lucht als je het zwaarder wil maken. Wat je gaat doen is in ieder geval je armen weer tot boven je navel bewegen. Dan ga je één been uitstekken, je tenen naar je toe trekken en met je tenen naar je toe omhoog bewegen, zo ver mogelijk. Dan ga je met gestrekte tenen rustig terug, tenen naar je toe trekken en weer omhoog en gestrekte tenen weer terug. Doe je twee keer achter elkaar. Daarna wissel je van been. Doe je daar precies hetzelfde. Dus been uitstekken. Tenen naar je toe. En een soort van schepbeweging omhoog maken. Tenen strekken. En rustig weer terug. Tenen naar je toe. En omhoog. En strekken. En weer zakken. Mag dus zo met je heup op de grond. Mag zeker ook zwaarder. Met je heup in de lucht. Doe je precies hetzelfde. Tenen naar je toe. En omhoog. Dan stek de tenen weer terug. En dan ga je proberen echt je been zo gestrekt mogelijk te houden. En probeer met kracht je tenen naar je toe te trekken. En met kracht ook je tenen te strekken. Je blijft alles aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem. Je billen span je ook goed erbij aan. Je schouders hou je nog steeds zo laag en ontspannen mogelijk. Duw je schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. Hou je handen goed boven je navel. Dus niet te hoog, want dan ga je je nek weer aanspannen. Weer uitademen als je omhoog beweegt. En in te ademen als je weer terugzakt. En hou je heupen zo stil mogelijk. Dus laat ze zo min mogelijk wiebelen. Wegzakken naar de zijkanten.
lijf alles aanspannen. Blijf je billen goed erbij aanspannen. En hoe groter je de beweging maakt, hoe zwaarder het wordt. Hoe kleiner je de beweging maakt, hoe ietsjes makkelijker het blijft. Hou vol. Doen we alle twee die kanten nog een setje als het lukt. Twee links en twee rechts. En de laatste. En als je hebt gehad, zak je rustig terug naar de grond. Breng je weer je knieën naar je borst toe. Dieper je buik in en uit ademen. Dan mag je weer één voet op je knie leggen. Je bovenbeen binnen door langs vastpakken. En je been zo ver mogelijk naar je borst toe bewegen. Doe je knie weer goed naar buiten. Dat je een goede rek voelt. Dit is hem maar van kant. Andere voet op je knie. Bovenbeen binnen door langs vastpakken. Naar je borst toe trekken. En je andere knie weer goed naar buiten duwen. En dan weer los. Mag je nog even één meegestrekte lucht inbrengen. Je knie doorstrekken. Je tenen naar je toe trekken. En je andere been plat op de grond. En dan zo ver mogelijk je been naar je borst toe trekken. Dat je een goede rek aan de achterkant voelt. Blijf nog steeds door je buik in en uit ademen. Schouders zijn nog steeds los. En dan mag je even wisselen van kant. Andere been hetzelfde. Gestrekt lucht in, tenen naar je toe trekken en zo ver mogelijk naar je borst toe bewegen. En laat maar los. Ja, dan mag je je beide benen gestrekt de lucht in brengen. Je handen leg je op je borst. Je gaat je knieën goed doorstekken, je gaat je tenen helemaal doorstekken. En je buik en je bekkenbodem aanspannen. En dan ga je je benen kruisen en dan zo ver mogelijk naar de zijkant bewegen. Andere kant op kruisen en ook weer zo ver mogelijk naar de zijkant. Dus je buik en je bekkenbodem hou je aangespannen. Je rug duw je goed in de grond. Probeer uit te ademen als je naar de zijkant beweegt. In te ademen als je weer terug gaat. Zoveel mogelijk proberen door te strikken. En je benen mogen gaan trillen en zo, dat is helemaal niet erg. Hou je schouder weer zo laag mogelijk. Dus duw je schouderbladen achter op je rug naar elkaar toe. En je kan eventueel, je kan je benen zo hoog lucht in houden. Je kan je benen ook nog een beetje laten zakken en doe je daar precies hetzelfde. Dan maak je het nog wat zwaarder voor je buik en je rug. Mag, hoeft niet. Mag ook gewoon wat hoger in de lucht. Als je hamstrings dat aan kunnen tenminste. Als je gewoon met je hamstrings niet verder kan, hou ze sowieso iets lager. Laatste vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste.
handen maar helemaal los. Dan rek jezelf even helemaal uit. Schud je benen even een beetje los. Weer dieper je buik in en uit ademen. En dan mag je lang uitkomen liggen. Mag je je flesje nog een keertje in je handen erbij pakken. Arm langs je oren beginnen. En je buik en je bekkenbodem aanspannen. Je tenen trekken naar je toe. En dan ga je rustig weer omhoog rollen tot zit. Je gaat eerst je arm mee omhoog nemen. Je kin naar je borst toe brengen. Wervel voor wervel omhoog rollen. En boven strek je weer door je rug. Dan ga je boven schuin naar de zijkant bewegen naar achter. Zo ver als het lukt. En een kaarsrechte rug en weer terug. Andere kant precies hetzelfde. Schuin naar achter bewegen. En weer terug. En daarna ga je langzaam wervel voor wervel weer naar beneden zakken. Dat mag weer op verschillende manieren. Je mag, als je het zwaar vindt, als het niet helemaal lukt om omhoog te komen, je voeten weer ergens onder haken. Om de verwarming of een bank of een bed of wat dan ook. Als dat nog steeds lastig wordt, dan blijf je gewoon boven. Dus rustig omhoog. Dan doe je hier hetzelfde. Schuin naar achter bewegen. En weer terug. Andere kant hetzelfde. En in plaats van dan helemaal naar beneden te rollen, ga je weer een klein stukje naar beneden rollen. Dus tot waar het gaat, tot hier bijvoorbeeld. En dan kom je gelijk weer omhoog. Doorstrekken in je rug. En dan doe je weer hetzelfde. Dus dat mag ook. Als het wel lukt, helemaal vanaf de grond omhoog rollen tot zit. Blijf je tenen goed naar je toe trekken in ieder geval. Blijf je buik en je bekkenbodem goed aanspannen. Probeer je schouders constant laag te houden. Als je boven bent en beweegt, hou je je rug echt kaarsrecht. En je gaat elk werveltje in je rug proberen op te rollen en af te rollen. Probeer door te ademen naar je flanken. En als je boven bent, mag je uitademen als je naar de zijkant beweegt. Inademen als je terug gaat. En dan in slow motion weer terug. Zo langzaam mogelijk omhoog bewegen en ook zo langzaam mogelijk omlaag. Doorstek in je rug. Je kan zelf kiezen hoe ver je naar achter gaat. Hè? Als je nog verder naar achter beweegt, wordt het een stuk zwaarder. Maar doe dat alleen als je je rug nog steeds recht kan houden. Als je voelt dat je een beetje gaat bollen in je rug, een beetje moeilijk aan het maken voor jezelf, ga dan wat minder ver. Armen mee omhoog, kin naar je borst toe, wervel omhoog. Doorstek in je rug. En langzaam wervel weer zakken. Doe nog twee keer achter elkaar. Afrollen. Doe nog één keertje. Dit setje. Dit rondje. En langzaam weer terug. En laat alles maar weer helemaal los.
Waarschijnlijk ben je ook wat naar achter geschoven. Ik ben ook wat naar achter gerold. Dan even je knieën naar je borst toe. Of dan rek jezelf weer helemaal uit. En weer diep door je buik in en uit ademen. Benen een beetje los schudden. Dan mag je je flesje weer in je handen vasthouden. Dan gaan we de omgekeerde Superman doen. Dus je mag je armen de lucht in houden, je benen ook de lucht in. En probeer weer goed je knieën boven je heupen te houden. Dus niet te ver naar je borst toe brengen, maar ietsjes van je af. En dan ga je je buik en je bekkenbodem aanspannen en je rug helemaal in de grond duwen. Dus plat in de grond. En dan ga je met je flesje en met je diagonale been jezelf uitstrekken. Kom je rustig weer terug. Doe je aan de andere kant precies hetzelfde. Arm en been uitstrekken. En rustig weer terug. En daarbij probeer je dus goed je rug in de grond blijven duwen. Ga niet hol trekken in je rug, echt in de grond duwen. Je gaat je arm zoveel mogelijk uitstrekken. Je been zoveel mogelijk uitstrekken. Probeer uit te ademen als je uitstrekt. En in te ademen als je terug gaat. Probeer je flesje niet helemaal langs je oren uit te trekken, maar ietsjes breder. Dan krijg je geen last van je nek. Span je hem zo min mogelijk aan. Als het te zwaar is met flesje of gewichtje, kan je dit natuurlijk ook zonder gewichtje doen. Hoe lager je been uitstrekt naar voren, hoe zwaarder het wordt. Je mag hem tot net boven de grond uitstrekken. Maar je mag hem ook gewoon recht omhoog uitstrekken. Dan wordt het weer wat makkelijker. Kijk wat gaat. Dat is een leuk coördinatieoefeningetje ook. Je moet een beetje blijven nadenken. Voor welke arm en been je nou moet uitstrekken. Doen we nog 4 keer. Laatste 4. Hou je knieën dus goed boven je heupen. Niet te ver naar je borst toe brengen. 3. Nog 2. Laatste. En laat maar helemaal los. Goed zo. Diep door je buik in en uit ademen. Even je benen een beetje van links naar rechts bewegen. En dan mag je rustig even op je zij komen liggen. En dan mag je je gewichtje er weer bij pakken. Je mag je benen een klein beetje schuin voor je neerleggen en je tenen naar je toe trekken. Je gaat plat op je arm liggen. En dan breng je je andere arm bovenop. Dan ga je je buik en je bekkenbodem aanspannen. Dan ga je met je arm en je been tegelijkertijd omhoog bewegen. En rustig weer terug. Arm en been omhoog. En weer zakken. Je tenen hou je constant naar je toe getrokken. Je gaat proberen uit te ademen als je omhoog beweegt. En in te ademen als je weer terugzakt. En je houdt je bovenlichaam zo stil mogelijk. Dus je gaat niet naar achter rollen of wiebelen. Hou alles zo stil mogelijk door je buik, je rug en je bekkenbodem dus aan te spannen. Je beide benen zijn goed gestrekt. Dus ook je onderste been goed blijven doorstrekken. Daarmee zorg je er ook voor dat je stil en stabiel kan blijven liggen. En als je met je arm te zwaar vindt, dan mag je ook gewoon weer alleen je been omhoog en omlaag bewegen. Mag ook. Kan je nek en schouders weer zo ontspannen mogelijk. De 4 zo.
Laat er 2. De laatste. Dan hou je je benen in de lucht. Dan mag je je hand voor je neerzetten. En dan ga je kleine rondjes naar voren maken. Kleine cirkeltjes. Alle zijn nog steeds aangespannen. Rug ga je goed recht. Tenen blijven trekken. Beide benen blijven aanspannen. En doen we nog een paar keer naar achter. Kleine rondjes naar achter. Blijf doorademen naar je flanken. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En laat maar los. Dan mag je je boze voet even in je knieholte te leggen. Je armen voor je strekken. En dan mag je of met je gewichtje in je hand of zonder helemaal opstrekken naar de andere kant. Zo ver mogelijk rekken. En dan rustig weer terug. Alles loslaten, knie goed op de grond houden en zo ver mogelijk rekken. En nog een laatste. En dan mag je rustig gelijk naar je andere zij draaien. En dan mag je hier hetzelfde komen liggen met je benen weer een beetje schuin voor je. Je gaat weer plat op je hand liggen en je gewichtje hang je weer in je hand vast. Dan begin je weer met een gestrekte arm. Met beide armen gestrekt op elkaar. Je tenen naar je toe trekken, je buik en je rug en je bekkenbodem aanspannen. Dan ga je je arm en je been tegelijkertijd omhoog bewegen. En rustig weer terug. Ga je weer uitademen als je omhoog beweegt. Inademen als je terugzakt. Je beide benen hou je zo gespannen mogelijk. Als je tenen naar je toe tikken. Niet alleen van je bovenste been, maar ook zeker van je onderste been. Probeer goed je elleboog gestrekt te houden van het arm wat je mee van je arm die je meebeweegt. En je schouder weer laag. Duw je schouderblad een beetje achter op je rug naar het midden toe. En je blijft weer zo stil mogelijk liggen. Dus niet naar achter rollen of naar voren. Echt zo stil mogelijk. Dus blijf alles aanspannen. Je buik, je rug en je bekkenbodem. En leg je voeten ook echt een beetje schuin voor je. Want als je terecht gaat liggen, dan ga je sowieso wiebelen. Je ligt dus echt op je heuppotje nu bij deze oefening. Dus echt er helemaal op. Zo recht mogelijk. Je mag het er goed voelen, verzuren aan de zijkant van je been. Zijkant, bil, heup, regio. De laatste 4 zo. Laatste ongeveer. Hou je je benen in de lucht. Zet je je flesje weer voor je neer. Dan ga je weer kleine rondjes naar voren maken. Kleine cirkeltjes. Hou jezelf weer zo stil mogelijk. Blijf doorademen naar je flanken. Nu mag je het sowieso heel goed voelen aan de zijkant. Branden. En doe een laatste
spaar nog naar achter. Kleine rondjes naar achter. Hou je schouders weer laag. Doe eens naar beneden. Vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En laat maar los. Netjes. Mag je ook je bovenste voeten in je knieën te leggen. Je armen voor je strekken. Met je gewichtje in je hand of zonder. En dan ga je weer rustig opstrekken naar de andere kant. Zo ver mogelijk met je knie op de grond. En dan rustig heen en weer. Nog een laatste. En dan mag je rustig even op je handen en knieën komen zitten. En dan mag je eerst even je hele rug helemaal hol en bol maken. Dus helemaal hollen en je hoofd mee omhoog nemen. En helemaal bollen en je knieën je borst toe brengen. Gewoon weer even ontspannen bewegen, het moet geen moeite kosten. En even je onderrug hol en bol maken, dus je bekken weer kantelen. Laag in je rug bewegen. En dan mag je je rug weer helemaal recht houden. En dan gaan we een superman doen. Dus je mag weer je heupen voorbij je knieën houden. Je handen goed onder je schouders neerzetten. Je buik, rug en bekkenbodem aanspannen. En dan ga je rustig diagonaal je arm en je been uitstrekken. En dan ga je je been weer schuin naar de grond uitstrekken. Dus niet te hoog, maar echt naar de grond. Je gaat uitademen als je arm en je been uitstrekt. Inademen als je weer terug gaat. En je gaat je gewicht weer zoveel mogelijk in het midden houden. Dus niet te veel naar voren leunen of naar achter. Of helemaal naar links of helemaal naar rechts. Echt in het midden houden. Hier vandaan ook kracht halen uit je buik. En dan rustig de beweging maken. De knieën haal je elke keer wat uit elkaar. Je schouderbladen duw je nog een klein beetje achter op je rug naar elkaar toe. En je rug ga je zo recht mogelijk. Kaarsrecht. En je mag deze superman zo blijven doen. Je mag hem ook nog wat zwaarder maken. Dan pak je je gewichtje er weer bij. Dan ga je één arm en je been diagonaal uitstrekken. En dan ga je een kleine pulsbeweging omhoog maken. Dat doe je 10 keer achter elkaar. Daarna wissel je van kant en doe je daar precies hetzelfde. Of ongeveer 10. Je arm en je been uitstekken. 10 keer omhoog en omlaag. En dan wissel je van kant. Nog steeds met je heupen voorbij in je knieën. De rug is nog steeds kaarsrecht. En je blijft doorademen naar je flanken, naar je ribben toe. Je elleboog hou je zo gestrekt mogelijk.
tegen alle twee de kanten nog een setje doen. De laatste wissel. En als je die hebt gehad, zak je rustig terug op je onderbenen. Maak jezelf even bol, armen ver voor je uitstikken. Diep in en uit ademen door je buik. En dan gaan we nog een plank doen. We doen een zijwaartse plank. Eén keer links en één keer rechts. We gaan hem 30 seconden vasthouden, volhouden. En je mag zelf kiezen hoe je hem wil doen. Je mag hem op je elleboog komen doen en op je knieën. En dan ga je op deze manier blijven staan. Of je gaat op je voeten. Voeten zet je een klein beetje voor elkaar. Het fijnste vind ik altijd als mijn bovenste voet voor staat. Hand goed onder je elleboog, goed onder je schouder. En dan kom je op die manier staan en dan hou je het op die manier vol. Dus kijk daar even wat lukt. Als je maar goed je hele onderarm gebruikt. Dus echt op je hele onderarm en ook op je hand gaat steunen. En niet alleen maar op je elleboog. Als je jezelf maar goed naar voren blijft duwen, dat je goed in een rechte lijn ligt. En probeer weer door te blijven ademen en zo stil mogelijk te blijven staan. Gaan we. Mag je alvast klaar komen liggen? En dan gaan we in 3, 2, 1. En kom maar staan. Doe je heupen sowieso weer een klein beetje naar voren. Je buik, je rug en je bekkenbodem span je allemaal aan. Je hand, elleboog is dus goed onder je schouder en je steunt dus op je hand en op je hele onderarm. Door blijven ademen in je eigen tempo. Hoofd mag je weer een klein beetje intrekken, dat je een beetje een onderkin maakt. We zijn er bijna. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en laat maar los. Maak jezelf even bol of schud je arm even een beetje los. Even diep door je buik in en uit ademen. En doen we dat ook een keertje aan de andere kant. Mag je hetzelfde komen liggen. Je mag of weer op je onderarmen en op je knieën de plank doen. Of op je onderarmen en op je voeten. Als je op je voeten staat, dus het liefste je bovenste voet voorzetten. Of ze op elkaar, dat mag ook wat je fijner vindt. Klaar voor? Gaan we. In 3, 2, 1. En kom maar staan. Alles weer aanspannen. Je buik, je rug, je bekkenbodem. Duw je schouderbelt weer een beetje achter op je rug naar elkaar toe. En je elleboog is weer goed onder je schouder. En je steunt weer op je hele onderarm en je hand. We zijn al over de helft. Hou vol. Heupen naar voren duwen. Hou jezelf zo stil mogelijk. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En zak maar rustig weer terug. En maak jezelf ook weer even bol of even je armen een beetje los schudden. En dan mag je rustig op je buik komen liggen. En dan mag je op je buik komen liggen. En je mag je gewichtje of flesje tussen je enkels proberen te knellen als het gaat. Tussen je enkels of tussen je voeten, waar je het beste vast kunt houden. En dan mag je met je armen langs je lichaam komen liggen. Je gaat je buik en je bekkenbodem aanspannen. Je gaat je billen dadelijk ook super goed aanspannen. En dan ga je met je benen omhoog bewegen. En rustig weer terug. Dus je knieën hou je gestrekt, je tenen hou je gestrekt. En dan ga je rustig heen en weer. Je mag je handen ook voor je houden, dat je met je hoofd op je handen blijft liggen. Wat je fijner vindt. Als je maar goed met je hoofd naar beneden blijft kijken, dat je geen last van je nek krijgt. Je probeert weer uit te ademen als je omhoog beweegt. En in te ademen als je terugzakt. Dus maak de beweging rustig en langzaam af. Niet te snel. En
probeer niet alleen maar omhoog te bewegen, maar probeer jezelf ook weer zo lang mogelijk te maken. Zoveel mogelijk echt helemaal uit te rekken, benen naar achter. En je bovenlichaam is dus helemaal ontspannen. Doe niet mee. Alles vanaf je onderrug tot naar beneden is aangespannen. Maar verder je nek, schouders, bovenrug zijn zo ontspannen mogelijk. Doe niet mee. En je kan zelf kiezen hoe hoog je de lucht in beweegt. Als je heel hoog gaat met je benen, dan voel je het nog meer in je onderrug. Als je te veel vindt in je, voor je rug, onderrug, dan blijf je gewoon wat lager. Lijf alles aanspannen, knieën blijven strekken, tenen strekken. Laatste vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En laat maar weer los. Mag je nog even een keer op je onderbenen komen zitten. En je rug weer helemaal bol maken. Diep door je buik in en uit ademen. En kom dan nog heel eventjes zitten. In kleermaker zit. En dan mag je jezelf zo bol mogelijk maken. Je mag even helemaal hangen aan je knieën. Alles loslaten. En dan maak je jezelf zo hol mogelijk. Je rug zo hol mogelijk maken. Je schouders naar achter duwen naar beneden. En dan ga je weer hangen. Maak jezelf zo bol mogelijk. En weer omhoog. Strek weer door in je rug. En nog een keertje hangen. En weer omhoog. En draai dan even je hoofd rustig rond. Zo ver als het goed voelt, of niet te ver. En ook de andere kant op. En dan mag je nog eventjes je hoofd naar de zijkant bewegen. Je mag je andere arm achter op je rug brengen. Hoofd naar de zijkant, zodat je een goede rekking in je nek voelt. Houd het even vast. En andere kant hetzelfde, andere hand op je rug, hoofd naar de zijkant. Deze schouders dus laag, dat je die goede rek voelt. En laat maar los. En dan mag je lekker komen liggen en ontspannen. Je mag lekker diep in- en uitademen door je buik. En knijp je oogleden samen. En laat weer los. Knijp je lippen samen. En ontspan. Duw je achterhoofd in de vloer. En laat weer los. Duw beide schouderbladen in de vloer. En ontspan.
En strek beide armen. Strek al je vingers, span ze allemaal aan. En laat ze ontspannen met de handpalmen omhoog naast je lichaam liggen. Blijf diep in en uit ademen door je buik. En probeer langzaam weer elk spiertje in je hele lichaam los te laten. En duw je onderrug in de vloer. En laat weer los. Knijp je billen samen. Span ze aan. En ontspan. Duw beide knieholtes in de vloer. En laat weer los. Duw beide hakken in de grond. En laat weer los. En strek al je tenen, span ze allemaal aan. En laat ze ontspannen naar buiten vallen. Blijf diep in en uit ademen door je buik. Laat nu echt elk spiertje in je hele lichaam los. Maak jezelf zo zwaar mogelijk. Adem nog een keer diep in en uit door je buik. En ga dan langzaam weer iets hoger ademhalen. Iets actiever. En maak dan cirkeltjes met beide enkels. En cirkeltjes met beide polsen.
En draai je hoofd langzaam van links naar rechts. Rek je helemaal uit. Gaat een keer. Wrijf je gezicht wakker. En kom dan langzaam weer overeind. Supergoed gedaan weer en hopelijk tot snel. De buitenlessen die zijn superleuk. En zodra het lekker weer is, dan gaan die gewoon, of zolang het lekker weer is, gaan die gewoon door. Dus wellicht tot daar en anders tot ergens in de studio hopelijk. Doei doei!